Mertens. Oh! De bal komt op de lat. Het fluitsignaal heeft geklonken en de wedstrijd is begonnen. We maken ons op voor een mooie pot voetbal. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start gaat. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Houdt die balbezit? Promes. Ramsey. Sam Vokes. Dit is buitenspel. Wat is het toch een bouwkundig hoogstandje deze Amsterdam Arena. Qua uiterlijk, maar vooral ook op het gebied van comfort en veiligheid. En het had als een van de eerste stadions een dak dat open en dicht kon. Zo ben je toch een stuk minder afhankelijk van het weer. Nou, beide teams beschikken over een eigen ster hoor. Wesley Sneijder bindt de strijd aan met Gareth Bale. Wat kunnen we van die twee verwachten? Nou, Wesley Sneijder is een voetballer die kanonschoten kan afvuren. Probeer die maar eens te keren als keeper. Ja, en wat Gareth Bale betreft, hij is dodelijk voor het doel. Een klinische afmaker die bijna nooit mist. Ik ben benieuwd wie van de twee de meeste impact zal hebben op deze wedstrijd. Buitenspel gezet. Georgino Wijnaldum. Veldman. Promes. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Veldman. Een schot. Zo hoor ik. En wat doet hij dat toch mooi daar. Geen brute kracht, maar gewoon puur op techniek. Ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Ja, geweldige techniek. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Sam Vokes. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Gareth Bale. Dicht gewerkt. Robin heeft hem. En ze zijn het balbezit kwijt. Joe Radley. Blijft gevaarlijk. Ja, en nu? Recht op de keeper dat schot. Jansen. Kun jij een voorspelling over deze speler doen, Jordi? Hij speelt in de spits vandaag. En hij zal heel veel de ruimtes induiken, zodat hij aanspeelbaar zal zijn voor zijn middenvelders. Sam Vokes. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Ramsey. Georgino Wijnaldum. Sneijder aan de bal. Goed gezien zeg, hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Ramsey. Promes. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Sneijder heeft de bal. Joe Ledley. Nu komt het. Ja, hij werkt de bal goed weg. Aanval voorbij. Achter en een hoekschop. Geen doeltrap. De keeper haalt de angel uit die corner. Nee, nee. Goeie tackle. Ellen. Hij durfde hem blijkbaar niet te vangen en bokst de bal weg.
Sneijder aan de bal. Die tackle is correct. Prima gedaan. Recht op de doel. Ja, hij was de vroeg weg. Vlag omhoog buiten het spel. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Nee. Wat een actie. Ja, dit is Gerrit Mill. Hey, daar had meer in gezeten. Wel complimenten voor de keeper hoor. Goeie redding. Ja, maar van dat soort kansen krijg je er natuurlijk niet veel. Ja, die keeper kan er aankomen. Maar hij heeft hem niet klem vast. Waar komt die bal terecht? Jansen. Oh. Willems. Dat was een ongelukkige overtreding, zullen we maar zeggen. Kan een kaart worden. Robben heeft hem. Ja, nu! Ja hoor, goed gevangen. Keeper reageert. De eerste helft is gespeeld. 1-0 is de stand. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. De coach zet er twee verse krachten in. U ziet het begin van de tweede helft. Ja. Gerrit Beel. En hij wordt nu aangevallen. Promes. Goeie getimede slijding van de verdediger. Wordt dit een doelpunt? Een slecht schot van afstand. De eerste helft heeft hij gewoon heel sterk gespeeld door Jury. Ja, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Nou, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. Veldman. Jansen. Hij herovert de bal met zijn tackle. Robben aan de bal. Wauw. Wordt dit wat? Die bal wordt gestopt. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. Slaat hem weg. Nee, nee. Houdt hij het hoofd koel? Nee. Nee, ja, nee. En nu? Bal gestopt, maar kom terug. We zien door de scheidsrechter. Wat gaat hij doen? Echt. Shit. Daily Blind. Veldman. De bal gaat naar de zijkant. Sneijder aan de bal. Jansen. Sneijder heeft de bal. Kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Moet gezien zeggen. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. En nu doorgaan. Kijken wat ze met die corner kunnen. De bal draait het strafschopgebied in. Zo in handen van de keeper. Die bal is de lijn gepasseerd. Ja, inworp dus. Hey, Taylor. Ik zag daar iets. Ja. Dat ziet er kansrijk uit. Oh. Gaat hij voor een schot? Oh. Giorgino Wijnaldum. Ah, ja, sta je op. Ze veroveren de bal en kunnen een aanval gaan opzetten. Kadoe! Hij schiet. Het schot smoort ergens in de verdediging. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. De keeper neemt het zeker voor het onzeker en knokt de bal weg. Schiet! Gaat op het doel af.
En die is uit. Hoekschop. En hier zien we het aantal corners tot dusver. Hij voorkomt gevaar. Williams. Ramsey. Dit wordt spannend. Nee. Uitstekend gedaan hoor, keeper. Is zelfs neugelen of zo. Daar hoeft hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Wat een vaart. Hij komt weer een doelpunt. Deze keeper speelt een puikenpartij, zeg. Inderdaad, hij laat het bal door. Je moet vandaag van goede huizen komen om deze man te passeren. Nou, dat is een beetje in de doelman. Echt. Dit is Sneijder. Nog maar 10 minuten te gaan. Ja, de thuisploeg krijgt hier de kans om iets aan de stand te doen. De spanning is te snijden, Evert. Op de tribune. Sneijder. Ja, kom. Als je deze moet doen. Gerrit Bill. De doelman doet dat heel goed. Het is Robben. Promes. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Gerrit Bale. Ja, leuk. Jansen. Mogelijk een goede kans hier. Zo inschieten. Ja, en nu? Deze corner is van enorm belang als ze gelijk willen maken tenminste. Het is misschien wel hun laatste echte kans. Williams! Nee. Ja. En vlak voor tijd de gelijkmaker. Nee, 90ste minuut zitten. Ja. Prima goal, goed gedaan. Hij kopt die bal uit de corner zomaar binnen. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Promes. Giorgino Wijnaldum. Sneijder aan de bal. Nee. Oh joh. Hey. En ze winnen de bal terug op het middenveld. De teams staan gelijk na 90 minuten. Jongens, de beleid. Ron Vlaar mag laten zien wat hij kan. Ze krijgen er hier vandaag geen genoeg van. De verlenging is zojuist begonnen. Daley Blind. Willems. Jansen. Daar is hij weer als een blok beton hoor. Goed, dat is weer. Jansen, die aanval komt niet verder dan het middenveld. Gaat hij voor eigen succes of speelt hij af? Daar is het balbezit. En nu? Hij heeft een sterk schot in de been. De doelman duikt erop. Geweldig! Sneijder heeft de bal. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Giorgino Wijnaldum. Jansen. Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. Ja. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Worden de regel toegepast. Doe er wat mee. Gerrit Bill. De keeper bokst de bal weg. Sterk gekiept. Die ging hard. Nee. Ze hebben zich losgemaakt van hun tegenstander. Yes. Nou, maar het gaat natuurlijk ook om scoren, hè, Evert. Goed gedaan. Mooi doelpunt. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanval. En die wisten wel raad mee. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Promes.
Ze krijgen een vrije schop. Wat gaat hij doen met die bal? En nu doorgaan. Via deze hoekschop kunnen ze nu gelijk maken. Misschien is dit de laatste echte kans die ze nog over hebben. En die is uit. Hoekschop. Ja. Oké. Het laatste kwartier voetbal is begonnen. Zo, ja en nu? Dat was bijna zijn tweede, maar de keeper voorkomt een doelpunt. Oh, ai, nee. Kijk nou. Nee. Hij zit. Ja, dat is een hele stom actie, man. Dat was echt wel stom. Cadeautje van de keeper. Ja, zo maak je het tegenstander wel erg makkelijk. Stom. Oh, als dat een millimeter dikker was geweest, dan had hij niet gezeten. De goal vanuit een andere hoek. Zeker. Promes. Zeker. Giorgino Wijnaldum. Ja, dat is fijn. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Gerrit Bale. Dat was een ongelukkige overtreding, zullen we maar zeggen. Kan een kaart worden. Giorgino Wijnaldum. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Gerrit Bale. Daley Blind. Net op tijd onderschept. Er zijn nog maar 5 minuten over in de tweede helft van deze verlenging. Dit is Sneijder. Zomaar het bal bezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. We hebben nog maar 3 minuten over in de tweede helft van deze verlenging. Ze mogen een vrije trap nemen. De bal is alweer in het spel. Snel genomen die vrije trap. Nee, dat kan ik niet. Cruijff zou zeggen dat de verdediger... Williams! Wat een geweldige duik zeg. Haha, hoe doet hij het? De wedstrijd is afgelopen. Helaas, het liep gewoon niet vandaag. Gelukkig was het maar een vriendschappelijk potje. En dus heeft de nederlaag geen gevolgen. Behalve dan in de hoofden van de spelers. Zoiets kan je toch een knauw geven.